Ook Mischpoge viert deze maand feest. In Amersfoort zijn we getuige van een optreden van het Hineni Orkest. In Almelo kijken we mee naar oude beelden vanuit Israël. In de Amsterdamse RAI wordt het heel erg laat. Maar eerst kijken we hoe Nederlanders in Israël feest vieren. Het is 8 mei 2008. Mischpoge is in Tel Aviv om daar het 60-jarig bestaan van Israël mee te vieren. En eigenlijk gaat het vieren vanzelf. Overal waar we komen is het één groot feest. Maar veel tijd om mee te dansen hebben we niet. Wij hebben een afspraak met Annie Bromet. Annie heeft nog niet zo lang geleden de stoute schoenen aangetrokken. Op haar 91ste emigreert ze naar Israël. Nu woont ze in Bet Juliana, een bejaardenhuis voor Nederlandse Joden. Ik was ooit eens een keer met mijn kinderen meegekomen. Iemand, vrienden van ons, die woonde hier pas. En die hebben ons geïnviteerd en ik ben meegekomen. En toen kwam ik hier binnen in de hal. Ik dacht, goh, het ziet er hier best gezellig uit. Zo hier zou ik ook wel kunnen wennen. Ik was in de oorlog in Bergen-Belsen. En toen ik terugkwam, was ik alvast besloten om naar Palestina, was het toen natuurlijk nog, te gaan. Ik woon in Israël sinds december 1958. Mijn eerste indruk was dus, ja, ik herken het. Ik had ook niet zo vreselijk veel moeilijkheden met acclimatisatie. Je moet je natuurlijk aanpassen. Good morning, sir. En ik dacht dat ik dat wel gedaan had. Om een uur of 10:30 gaan we naar beneden, gaan we koffie drinken in de lobby. Zitten we te babbelen of te doen, of in de tuin als het weer goed is. Jawel, het is hier plezierig leven. Speciaal voor deze verjaardag is de koninklijke drumfanfare overgevlogen. Zo geven de bewoners toch nog hun eigen Nederlands tintje aan het 60-jarig bestaan van Israël. De eerste oorlog die ik heb meegemaakt, dat was de Zesdaagse oorlog. En het was natuurlijk een vreselijk trauma, omdat het al vanaf 15 mei stond de oorlog al op komen. En toen die één keer uitbrak, was eigenlijk alleen de eerste dag vreselijk. Want toen wisten we al eigenlijk dat we hadden gewonnen. Shalom Yossi. Gaat goed. Gaat goed. Walter voelt zich veilig in Israël. Het is zijn land dat vandaag de dag al 60 jaar bestaat. Mijn wensen zijn natuurlijk dat het zal groeien en bloeien. In vrede en in samenwerking met de buren. Want dat is toch wel erg belangrijk voor een land. Ik hoop dat het geen utopie is. Dat ze eeuwig in vrede mogen blijven en dat er eeuwig Joden zijn. Begin van de maand was het feest in de RAI in Amsterdam. Ook hier werd uitbundig het 60-jarig bestaan van de staat Israël gevierd. Israël, mazal tov, Israël, gefeliciteerd. Er waren optredens van bekende Israëlische muzikanten, meer dan 100 dansende tieners en onze eigen Lenny Koer. Het ontroert me heel erg, dit 60-jarig jubileum of 60-jarige verjaardag van Israël. Ook omdat alles in elkaar vervat is. Het verleden.